En dan Sinterklaas zeggen, burgemeester, we moeten nog een stoel hebben. Er moet ergens een stoel zijn. Nou, Ik kan wel iets verklappen. En dat is? Nou, kijk, Piet en ik hadden eigenlijk een verrassing voor Sinterklaas. Oké. En dat was, zeg maar, een nieuwe stoel. Een nieuwe stoel. Willen we die zien? Nou... Ja, natuurlijk willen we die zien. Ja. Ja. Waar is die stoel? Dat weten we niet. Wie weet het wel? Iemand weet het hier, zegt het. Zal ik even vragen of zij het weet? Ik ben heel benieuwd. Wat weet je? Weet jij het ook? In de Berglakenschool bij voor je vrouw Thea's. Voor de deur. Ja. In de hoek. In de Berglakenschool. Voor de klas van juffrouw Thea. In de hoek. Bij de Berglakenschool. Dat is geen klas. Oh, dat is gewoon alleen juffrouw Thea. Nee. Die zit daar. Dat is een hok. Dat is een hok. Een hok? Ja. Waar je over tegen juffrouw. Daartegenover zit juffrouw Thea. Marijke zit. Juffrouw Marijke. Daar in de hoek. Ja, die zit in de hoek, want die is niet zo lief geweest. In de stoel. Oh, in de stoel wel. En dan voor de deur in het hoekje, bij de witte muur. Witte muur, is de stoel van Sinterklaas. Daar is de... Piet! Ja? Daar is dus de stoel van Sinterklaas. Tegenover juffrouw Thea, bij het hoekje, Marijke, witte muur, stoel van Sinterklaas. Die heeft hij al heel lang geleend. Oké. Zeg... Heel lang gehad. Ja. Oké. En mag hij nu hier naartoe dan? Nou zit hij nog steeds op. Sinterklaas zit er nog op? Ja. Is geen wonder dat het zo lang duurt. Zit Sinterklaas op de stoel in de Berglagenschool? Nee, ik bedoel dat Sinterklaas... Ik denk dat Sinterklaas niet ons hoort, omdat hij zit te snurken in bed. Precies. Heb jij hem misschien wel wakker gemaakt dan? Misschien moeten we dan iets harder roepen, of niet? Nee. Wat dan? Iets harder, dan zet de muziek een beetje harder aan hand. Hoort Sinterklaas het? Precies, de muziek moet komen. Kan jouw muziek harder? Kan jouw muziek harder, Rens? En dan? Gaan we zingen en dansen? Nee. Ga je zingen en dansen? Oké. En met de microfoon... Wacht even hoor. We zijn bijna boven. Ja. We maken er even de Comedy Kids Show van. Oké, vertel. Nou. Vertel maar. We gingen zingen en dansen. Doe maar deze microfoon. Als Sinterklaas nou richting uit bed naar Nederland even uit bed naar Nederland in Nederland is hij al. Ja. Maar dan moet hij uit bed. Ja. Want uit het Pieterhuis. Uit het Pieterhuis. Ja, maar Piet, jij zou hem wakker maken, toch? Deze ochtend. Ja, zullen we dan met z'n allen Sinterklaas wakker roepen? Waar jullie in het Pieterhuis slapen. Ja. En de huispiet schrijft het op wat hij hoort in de schoorsteen. Oké. Ja, dat doet de luisterpiet, hè? De luisterpiet die had daar ook in de slaapzaal geslaapt. Nou, ik vind het geweldig. Dus als ik je dan goed begrijp, moeten we nu met z'n allen heel hard Sinterklaas wakker roepen. Nee. We moeten een liedje zingen. We moeten muziek draaien. Ja, jij bent echt een domme Piet. Toch? We gaan zingen, dansen en dan hoort hij ons. Goed? Als je de muziek op een beetje op 99 staat. Op 99, heb je dat, die frequentie, meneer van het geluid? 99. Dat is het natuurlijk. Sinterklaas het. Nou, laten we met z'n allen gaan proberen, goed? Daar gaat hij. Ja. En dan moeten we met z'n allen meezingen natuurlijk, hè? Maar Sinterklaas.